Welkom op het YouTube-kanaal van De Bos Omrot. Ik ben Farian, een professionele videomaker. En ik ga voor jullie spelers trollen en grappen uithalen in Minecraft. Ik heb dit keer wat lichtere shaders aangedaan. Voor de geïnteresseerden, het is de Y-shaders. En die zijn super licht. En laten we doorgaan naar een slachtoffer. Ik was in vorige video een beetje raar begonnen met dat ik in de aardappel wilde veranderen. Maar ik heb nooit een aardappel veranderd. Ik had een keertje veranderd in een ei. En dat kan ik nog steeds. Met de enige echte disguise plugin, Lip Disguises, kan ik me vermommen in allerlei dieren en objecten. Oh, ik ging dood. Maar in ieder geval, wij gaan even trollen als een egg. Letterlijk een ei. Dus dan doe ik een vanish. Dan ben ik nu een ei. En nu als een ei ga ik ze eraf slaan. Ja, we winnen het. Ja! Kawaii. Wow, dat ziet er vet uit. Oké, nu ga ik snel weer in vanish. Trouwens, ik was dus vorige keer... had ik een... volgens mij een comment gekregen... dat je wel Zwarte Piet kan disguisen. Maar er moest een lage streep tussen. Dus zoals jullie zien, ik kan ook Zwarte Piet worden naast Sinterklaas. Dus ik vond het nu wel een goed idee om als Zwarte Piet even te gaan trollen. En nu ga ik gewoon als Zwarte Piet gewoon op een eiland zitten. Want het kan blijkbaar gewoon en dan moet je het ook gewoon gebruiken. Ik ga die slopen als Zwarte Piet. Zwarte Piet. Er zijn dus gewoon mensen. En die maken een account aan. Een Minecraft account. Die noemen ze Sinterklaas of Zwarte Piet. En die nemen dan ook echt die skin. Hij vraagt om een cadeautje van Zwarte Piet. Maar natuurlijk mag hij een cadeautje. Dus als eerste gaan we een hele grote boom laten groeien. Konijn Swagger loopt mij de hele tijd te grieven. Ga jij er maar even af. Ja, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Yay! Een mega boom. Een kerstboom. We hebben nog een preview voor Sinterklaas. We hebben nog een preview voor kerst. Leuk. Salamincer. Salamander. Salamander is terug. Kijk. Nu geef ik ze allemaal aardige dingen als Zwarte Piet, zeg maar. En ga ik vrienden met ze worden. En uiteindelijk ga ik ze echt super hard trollen. Ik ga ze nu ook dingetjes geven, zoals Iron of zo. Ik vind dat Zwarte Piet nog even wat dingetjes moet gaan bouwen voor ze. Een super groot grasveld voor ze bouwen. Kijk! We hebben een nieuw grasveld voor ze gemaakt als Zwarte Piet. Wat een toffe kerel was die Zwarte Piet. Nog wat iron blocks voor ze zelfs. Zwarte Piet, gaan wij Sint werken? Nou ja zeg. Mag Zwarte Piet niet eens zelf dingen doen zonder Sinterklaas erbij. Belachelijk. Dat vind ik echt gewoon asociaal dat hij dat soort dingen zegt. Zwarte Piet heeft gewoon heel veel grasveld gegeven waar ze gewoon op kunnen spelen en zo. Wat een toffe knaap is die Zwarte Piet. Dat sommige mensen Zwarte Piet weg willen hebben, snap ik echt niet, joh. Zo, ze hebben een heel grasveld gekregen van Zwarte Piet. Het is zo dat de vermomming, die loopt zeg maar een beetje achter me aan. Dus die is een beetje slomer dan mij. En als die het zeg maar bijhoudt, dan kan ik zelf niks doen, want dan staat hij ervoor. Nu is het volgende wat we gaan doen. Zo, dit wordt de ingang van een huisje. Dat vind ik zeer mooi. En ik denk dat we alvast gaan trollen. En dan gaan we nu even alvast een val neerzetten achter het huisje. Piet gaat nu ongeveer een beetje kwaadaardiger worden, weet je wel. Zo, een heleboel TNT. En dan gaan we een pressure plate hier neerzetten. En die gaat Zwarte Piet hier neerzetten. Dus dan heb ik een pressure plate nodig. En dan doe ik weer disguise player. Zwarte Piet. Ja, disguised en een vanish. Zo. En nu ga ik als Zwarte Piet. Kijk, ze komen nu. Nu ga ik als Zwarte Piet even een pressure plate neerzetten. Al gaat ze erop staan. Ja, daar. Dat is perfect. Hé, mama, alles op weg.
Ja, hij stond erop. Oh, nu heeft Zwarte Piet alles verpest. Nou. Wat zegt Kawaii? Fox zegt nee. Pepsi. Oké. Okay. Zwarte Piet, mijn koe is dood. Oké, okay, het is tijd om als Zwarte Piet lava neer te gaan zetten. Ik ga een mail sturen naar Staf. Hij gaat een mail sturen naar de Staf omdat Zwarte Piet zijn eiland aan het grieven is. Oh, ze staan hier allemaal op die paal, nu moet hij weg. Lol. Er loopt hier iemand op zijn eilandje gewoon een beetje te chillen. Dat is Kawaii Fox van net. Toen ik met Zwarte Piet hem even ging trollen. Niet te lang wil ik met Zwarte Piet bezig zijn. En daarom heb ik iets uitgevonden. En dat staat hierboven. Ik moet er heel even naartoe vliegen. En dat duurt heel even. Maar dit is een best wel goede uitvinding. En wordt misschien best wel heel erg grappig. Er bestaan dingen die heten dispensers in Minecraft. En als ik die neerzet, dan kunnen ze dingen eruit schieten. Bijvoorbeeld fire chargers. En als ik die er bijvoorbeeld in doe, en ik doe hier een pressure plate bovenop, dan komen er fire chargers uit. Zo ja, zijn niet heel duidelijk. Maar mensen gaan er wel van in de fik vliegen. En dat is wat ik wil. En ik ga het zo doen. Oh wacht, die mag die niet pakken. Maar in ieder geval, wij gaan dus onder zijn eiland, gaan we een heleboel dispensers zetten, zo, ja. En die kijken dus nu omhoog. Daar doen we al deze fire chargers in. En dan doen we overal pressure plates op zijn eiland. En dan komen er overal waar die loopt, komen er fire. Komen er fire chargers op hem af. En dan vliegt hij de hele tijd in de fik, en dat is leuk. Dus dat gaan wij doen. Dan beginnen we even in het hoekje. Zo, die kijkt omhoog als het goed is. Ja, perfect. Dan douwen we er even een fire charger in. Nu gaan we hem even stacken. Ongeveer 15 keer. En als het goed is zit hier allemaal 64 fire chargers in. Oké, we halen eerst even dit water weg hoor. Dit water is, zit een beetje in de weg. Dit water ook. En deze cobblestone generator die geven we ook later weer terug. Oké, nu kunnen we het doen. Slashes stack 19. 21 was het. Waarom kunnen ze niet gewoon een vierkant eiland hebben? Nou ja, in ieder geval. Nu is het hele eiland zit onder de dispensers met fire chargers. En dat gaan we nu zo doen. Positie 1. En dan positie 2. Even steeds dag hoor, anders ga ik niks zien. Positie 2. En slashes replace. Air met, hier komt het, pressure plate. Ja, het werkt. Lauw. Dit vind ik echt gaaf. Oké, nu ga ik weer even in Zwarte Piet veranderen. Een vanish. Dan ga ik ze weer even inslaan. Zwarte Piet is terug. Oh, dit is zo gaaf, hè. Ik dacht niet dat het ging werken, maar het is eigenlijk gewoon een hele goede troll. En ik heb ook steak in mijn hand, want die koeien waren ook meteen geroosterd. Zwarte Piet is er gewoon extra, dat voegt gewoon wat extra toe. Hij was vergeten dat er ook pressure plates zitten in het ding zelf. Als één koe loopt, dan gaat hij meteen dood. Ik geef hem de steek. Om het erin te wrijven. Ik ga gewoon TP al doen. Dan vliegt iedereen in de fik. Is heel de server. Daar gaan we. Wow. Zo cool. De hele server vliegt in de fik. Huh, ze hebben ook allemaal cashmuts al. Dat is zo gaaf. Dat is best wel gaaf.
Ja, doe maar even lopen. Dan gaat hij in de fik. Iedereen helemaal boos in de chat. Ik vind het best wel leuk. Genoeg getrold. En we halen de laatste nog even weg. En we gaan helemaal niks zeggen tegen hun dat we dat waren. We gaan gewoon weer vanishen. Ik hoef ze niks terug te geven, want in principe hou je al je spullen op onze server als je doodgaat. Zo. Nu heeft hij ook nog eens een heel mooi eiland. En hij heeft wel spulletjes gekregen, dus hij mag weer helemaal tevreden zijn. En ik kan doorgaan naar het volgende slachtoffer. En nu ga ik weer iets doen met dispensers, want dit wordt de echte dispenser troll. We hebben nu de dispensers onder het eiland gehad. Nu gaan we zeg maar een muur maken van dispensers met allemaal pijlen erin. We zetten één dispenser neer. Nee, niet zo. Ja, zo. Stack 20 of zoiets. Oh, ik doe het fout. Ik moet de eerste pijlen in doen. Arrow. En dan doen we stack 20 of zoiets. 15. 15 is al lang genoeg. Stack 10. 10 is waarschijnlijk ook al genoeg. Nee, we moeten 15 hebben. En dan stacken we dit ook 15 keer. En dan denken jullie natuurlijk, hoe laat ik dit ooit afgaan? En daar heb ik al aan gedacht. Ik ga namelijk hierachter redstone blocks neerzetten. Dus dan doe ik zeg maar hier op een power tool van... doe ik hier een power tool van 6pt... slash set redstone block. En hier doe ik op pt set undo. Zo ja. Dus dat doen we zo. Als... Juist! Dit is gaaf. Wow. Dit is echt heel gaaf. Dit is echt zo gaaf. Ik heb nog nooit zoiets gaafs gedaan volgens mij de troll. Hij zegt super hard stop. Ik ga dood. Wow. Oké, nu gaan we even wat sneller. Ik ga even mijn muis spammen hoor. Even mijn muis spammen. Ik heb mooie lichtjes op mijn muis trouwens. Oh, shit. Zo, kijk hem gaan jongen. Hij gaat helemaal dood. Het is een beetje laggy, want dit is zeg maar... Ja, best wel heel erg grote troll. Je snapt het wel. De arrows blijven ook een beetje in de lucht hangen. Hij gaat trouwens niet dood. Dat vind ik wel raar. Hij zegt de hele tijd stom, maar... Huh, die kerstman denkt dat het een Ronnie is. Oké. We gaan hem nu weer even weghalen. En we gaan iemand anders ermee trollen. En dan al die pijlen mag hij houden. Dat is een vergoeding, al die pijlen. Oké, we gaan naar iemand anders toe. En nu gaan we een grote muur van lava ervoor zetten, zodat het vuurpijlen worden. Ja, creatief. Creatiever dan dit gaat niet worden. Laat het gewoon hier bij hun weer doen. Dat vind ik echt hilarisch om het weer bij hun te doen. Dat ik zeg maar zo doe. Up 10. En dan zet ik hier de eerste neer. Doe ik er een paar pijltjes in. Oké, we gaan het nu nog een keertje doen. Maar bij die mensen waarbij ik eerst de zwarte Piet troll deed. En ook al de andere dispenser troll deed. Gaan we het nu nog een keertje doen. Dus stack 10. Nou ja, 8 is al genoeg denk ik. Kijk maar. En dan doen we 6 stack 20. Oké, perfect. Dan doen we... Oh, dan moeten we nog even de lava erboven leggen. Dus pos 1. Pos 2. Set lava.
24 lava blokjes, die stromen langzaam naar beneden. En nu gaan we dit selecteren. En gaan we weer hetzelfde doen als net. Dus 3, 2, 1. En ze zien het al aankomen. Kijk, kijk hem kijken. 3, 2, 1. Wow! Oh, dit is zo gaaf. Daar gaat hij weer hoor. Alles gaat kapot. Het is wel jammer dat dit soort vuur verspreidt niet. Dat is wel wat jammer. Maar het is wel gewoon... Ze gaan er wel dood aan. Hé, wat denkt hij wel? Hij gaat gewoon in één keer dood, hè? Oh, de lek is wel ruw vandaag. Ja, ga maar even lekker dood. Het leuke is dat ik 64 keer kan schieten. Want in elk zitten 64 pijlen. Oké, ik vind het goed genoeg. Ik ga even deze drainen. Zo, die is gedraind. Dat was even wat laggy. En deze gaan we geheel weghalen. Zo. En set 0. Zo, de dispensers zijn geweest. En zij mogen de pijlen ook houden. Tenminste. Ja, ik ga er even een paar verwijderen. Want anders wordt het wel echt gek. Gekheid. Zo, dus leuk om die pijlen oppakken. Dat is echt gaaf. En deze mensen zijn flink hard getrold. ik ga gewoon zeggen dat ik ze getrold heb. Want dat mag nu wel. We gaan uit Vanish. En we zeggen... Kawaii Fox. En... It's Damien. Jullie zijn getrold. Zeg hoi tegen YouTube. Dat is echt een best goed gelukte troll. Al zeg ik het zelf. Ik had niet verwacht dat ik zo goed met dispensers om kon gaan. Maar dat kan ik blijkbaar wel. Zo, dit was het dan weer voor de video van vandaag. Laat vooral nog wat ideetjes achter voor in volgende video's. En laat ook een like achter, want dan wordt de video vaker bekeken. En dan kunnen meer mensen genieten van deze mooie dispenser creaties. En subscribe vooral als je dat nog niet gedaan hebt. Ik maak elke week zo'n video. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later.